Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe Q&A Tuesday. We zitten er weer klaar voor. We hebben enorm veel vragen, dus ga er lekker voor zitten en luister en kijk mee. Ja, een nieuwe aflevering. Nieuwe aflevering alweer door. Roxy was er natuurlijk de vorige keer. Ja. En die heeft natuurlijk aan de kijkers gezegd, stel allerlei vragen, de gekste vragen. Dus dan zitten wij hier een week later met allemaal gekke vragen. Ja. Wat moeten we daarmee? Nou, gewoon beantwoorden, hè? Gewoon maar beantwoorden. Daar zijn we voor. Nou, de eerste vraag is een leuke vraag. Wat denken jullie dat de beste game van 2013 gaat worden? Ik denk Grand Theft Auto 5, maar dat wordt denk ik toch wel de beste game van deze generatie consoles. Ja. Dat durf dat ik al te zeggen. Holy shit, ja. Hoe weet je dat nu al? Nou, de trailers bijvoorbeeld, die zien er gewoon echt heel vet uit. Nou, maar jij bent gewoon een groot GTA-fan ook. Zoals ja, eigenlijk pas sinds San Andreas ben ik echt fan van de serie geworden. Ik was nog geen jaar de eerste GTA, hoor. En met San Andreas was ik ook heel laat. Toen had ik al een 360. Maar de serie was het best toen hij nog van top-down view was. Nee. Dat heb jij gemist. Nee. Ja, ik heb GTA 2 wel gespeeld. Oké, ja, dat was wel heel vet. Toen was ik nog klein. Maar GTA is natuurlijk grote kanshebber. Maar we hebben ook Watch Dogs. Dat natuurlijk een vrij vette game gaat worden waarschijnlijk. Assassin's Creed 3 ook. De nieuwe Assassin's Creed. 4, daar verwacht ik wel wat minder van, hoor. Ja, het gaat wel goed worden. Het wordt natuurlijk de volgende generatie consoles. Misschien dat die daardoor wat vetter beter worden, kan worden dan. Ja, en wat hebben we nu? Nieuwe Call of Duty waarschijnlijk? Call of Duty Ghosts? Ja, eindelijk een nieuwe engine. Daar ben ik wel blij mee. Of Ghosts? Ghosts, meervoud. Ghosts, ja. Dus dat zou wel heel vet kunnen worden. Maar daar hebben we nog te weinig van gezien eigenlijk. De enige echte grote kanshebber is nu GTA. Ja. En Bioshock Infinite is natuurlijk een hele vette game. Ja, ik denk niet dat dat maar nog gaat worden. Uit. Die is al uit. Goede game, zeker. Maar goed, welke console is beter? Denken wij de 3DS of de Vita? Dat is eigenlijk een handheld. Geen console. Wat denk jij? Ik denk dat de Vita qua hardware beter is, maar er komen gewoon geen games voor uit. Dus dan moet je voor een 3DS gaan. Ja, de 3DS. Ja, ik bedoel qua hardware. Ik bedoel, 3DS heeft weer de 3D view. Is ook wat waard. Ja, maar gebruikt iemand dat echt? Want ik hoor van iedereen dat ze daar echt duizelig van worden. Dus ze zetten hem gewoon na een kwartiertje zetten ze hem weer uit. Okay, ja, dat hoor ik wel vaker. Ja, dat zou kunnen. Maar in ieder geval qua games, qua line-up, moet je zeker voor de 3DS gaan. Ja, en dat absoluut. Is eigenlijk het belangrijkste als je naar een console, of in dat geval een handheld, kijkt. Ja, tenzij ze in de toekomst echt heel vette games voor de Vita gaan uitbrengen. Ja, maar dat moeten we nog zien. Ja. Dus dat gaat niet gebeuren, denk ik. Kan wel gebeuren. Goed, Lazy Movie Maker dan. Denken jullie dat de Minecraft op de Next Gen consoles gaat verschijnen? De Minecraft. Ja, Minecraft. De Next Gen consoles gaat verschijnen. Nee, die gaat denk ik niet op de Next Gen consoles verschijnen. Want die gast, ik weet niet meer hoe hij Minecraft heet. Minecraft 2 misschien. Nee, want hij is al bezig met een nieuwe game. Volgens mij is daar al footage van verschijnen en zo. Ik weet even niet meer hoe die gast heet en die de games maakt. Ja, ik ben zijn naam ook kwijt. Maar Notch. Notch, ja. Dat was hem. Ja, hij is al bezig met een nieuwe game. Ben jij geen Minecraft, omdat hij ook niet zo van console ontwikkelen? Maar hij gaat denk ik wel die volgende game die hij aan het maken is, die zal hij wel naar de volgende generatie consoles brengen. Ik denk dat Minecraft dan ook een beetje in de achtergrond gaat staan. Ja, denk je? Ja. Maar het is zo populair, hè? Zou het wel slim zijn? Ik weet niet of ze echt doorgaan met deze franchise. Er komen nog steeds altijd updates uit en zo. Ja. Maar of ze maar is Notch nu aan het ontwikkelen dan voor de Next Gen consoles? Waarschijnlijk gewoon voor de PC, maar als dat een succes is, neem ik aan dat hij dan ook naar de consoles gaat. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Dat zou zeker goed kunnen. En wat hij zich ook afvraagt is, wat is jullie favoriete genre bij games? Ja, Lazy Movie Maker, ons favoriete genre. Mijn is toch wel echt actie, avontuur, Ik eigenlijk ook. Ik hou wel van RPG's op zich. Ja. Waar ik ook van hou is thrillers, wat je eigenlijk niet zoveel ziet. Maar Alan Wake bijvoorbeeld, dat is een soort van thriller. Ja. En zulke games heb je niet vaker, maar gewoon echt met een heel spannend verhaal. Ja. Maar ook weer geen horror. Maar ja, uiteindelijk vind je alles wel leuk volgens mij. Ja, behalve echt simulatie en zo. Ik vind shooters natuurlijk ook leuk om te doen. Dus het is niet. First person shooters begint het een beetje zat te worden. Behalve Call of Duty 1. Ja, behalve Call of Duty 1 en behalve bijvoorbeeld Bioshock. Als je een goed verhaal hebt, dan nog wel. Ja, Bioshock is ook weer niet echt een pure shooter natuurlijk. Nee. Maar goed, denken jullie dat de PS Vita een comeback gaat maken? Nou ja, daar hadden we het eigenlijk net al even over. Ja, ik denk het niet. Maar de 3DS, op het begin van de launch van de 3DS, toen kwamen er ook heel weinig games uit. Ja. En hopelijk gaat de Vita, net als de 3DS, na een tijdje gewoon veel meer games uitbrengen. Dat moet wel. Ja, maar dat zal, de tijd moet dat leren, maar ik verwacht het niet.
Ik verwacht het ook. Ik denk waarom, wat Sony aan het doen is met de Vita. Maar ja. Ze kunnen misschien op deze E3 komen, ze misschien nog een 20 titels dat je denkt van, wow, dat wordt heel vet, maar ik verwacht het gewoon niet. Ik denk wel dat het iets omhoog gaat, sowieso, ja. Maar het zal niet echt een comeback worden. Maar misschien komt het ook omdat ze gewoon te weinig mensen hebben die dit ding in huis halen. Maar ja, dat komt precies. Ook weer door de games, dus het is een beetje een wisselwerking. Ja, je moet toch echt met de games beginnen, anders gaan ze hem niet kopen. Ja, en hij vraagt zich ook af, wat is nou eigenlijk onze favoriete of meest gespeelde game van dit jaar? Van dit jaar? Ik denk StarCraft 2, omdat je online kan je daar gewoon altijd mee doorgaan. Ja, je hebt zoveel gespeeld dan? Ja. Ja, die blijf ik gewoon spelen en je hebt natuurlijk ook de uitbreiding. Dus dat doe je elke avond? Ja, eigenlijk wel. Okay. Van, Ik heb niet zo gek veel gespeeld, maar als ik iets speel, is het toch vaak ook Call of Duty. Call of Duty 1 natuurlijk. Maar uiteindelijk is Call of Duty altijd. Dus ik ben een saaie speler wat dat betreft. Ja. De expert die vraagt, wat vonden jullie van de Halo 4 livestream? Ja, wij vonden het leuk. Ik vond het zeker leuk, de eerste livestream waar ik aan meedeed. Ja, hartstikke leuk. Wat was je ervaring? Hartstikke leuk. Jammer dat ik me niet echt heb kunnen bewijzen. Weet je, ik deed redelijk. Ik deed niet heel slecht. Maar je bent geen Halo-fan ook? Jawel. Okay. Zeker wel. Ja, dus ik vond het ook wel leuk. Het was niet spectaculair. Volgende livestream gaat het beter. Want dan hebben we eigenlijk HD alles. En dan gaan we het weten doen. Maar volgens mij vonden de users het ook heel leuk. Ja, zeker. Alleen jammer dat het dus alleen een Xbox game was en niet voor PS3. Ja, dat is altijd jammer. Meedoen. Maar ja, goed. Volgende keer weer. Hopelijk. En wanneer komt er weer een goede shooter uit, vraagt de expert ook. Nou, als expert zijn, dan zou hij dat eigenlijk zelf moeten weten of uitzoeken. Ja, maar wij weten het natuurlijk beter. Er komt natuurlijk Metro, die komt echt over een paar weken al uit. Volgens mij 1 of 2 weken. Ja. Metro Last Light. Ja, dus dat wordt zeker een goede shooter. Die gaat snel komen, hè? Ja, zeker. Ik zit erop te wachten. Ja, en deze maand komt ook nog Call of Juarez, de nieuwe uit. Ja, maar dat wordt geen top shooter, denk ik. Nee. Het wordt misschien wel leuk, maar... Wel geinig. Het is een download ook natuurlijk. Hij is al goedkoper, dus dat kan best grappig worden. Maar ja, echt een goede shooter denk ik dat je voor nu enige die we echt weten is Metro, toch? Ja, ik denk het wel. Dat is, en dan later komt er natuurlijk weer Battlefield 4, nieuwe Call of Duty. Er komt genoeg. Zeker. En de expert wil ook weten, komt Michael weer eens presenteren? Nou, misschien dat hij binnenkort, in ieder geval is hij met ons mee de E3, dus dan zullen we hem veel zien. Dus, dan zal hij wel presenteren. Dan moet hij heel veel presenteren, dus vanaf 5 juni tot 16 juni en daarna... Zullen jullie veel van hem zien en tot die tijd verwacht ik niet dat hij echt heel veel meer gaat presenteren. Nee. Maar je weet nooit, hij kan zomaar ineens binnenstappen en zeggen ik wil de vrijdagavond show doen. Dat kan. Ja. Grand Theft Assassin die heeft een vraag. Ja, die zegt, wat vonden jullie van de GTA 5 trailers? Dus die 3 trailers die uitkwamen voor de 3 karakters eigenlijk in de game. Ja, hartstikke vet gewoon. Ja, heel vet. Wat je eigenlijk zou verwachten en misschien wel meer. Gewoon echt heel zieke actie op zich. Alleen het feit dat ze 3 trailers gaan uitbrengen van 3 karakters en er zo van hij zou moeten schoppen, vind ik ook weer een beetje overdreven af en toe. Van maar er komt echt bijna niks uit qua content van de game. Dus als het een keer komt, dan doen ze het echt heel groot. Ja, en je kon wel een echte kijkje krijgen in die karakters. Ja. En dat is ook gelijk de volgende vraag van Grand Theft Assassin. Wie is jullie favoriete karakter eigenlijk nu? Ja, ik denk wel Michael. Die is nog een beetje normaal. Want die Franklin, dat is echt een zieke gangster. Ja, en die Trevor, die is weer... Ja, die is gewoon gestoord. Een gestoorde redneck eigenlijk. Ja, dus die zijn Trevor heel vind ver... ik wel oké. Okay, maar een beetje te gestoord. Ja. Michael, te normaal. Wel oké. Okay. Ja, ik vind Michael een beetje... Ja, dat is dan... het is een midlife crisis. Ja. Enerzijds is hij een bandiet. Anderzijds is hij vader en precies. Van zijn kinderen. En het leuke aan hem is wel dat hij in luxe leeft. Dus dat je in dikke wagens mag rijden en zo. Maar ik vind Franklin zelf het coolst. Gewoon een echte gangster in de suburbs. Ja, volgens mij krijgt hij wel de vetste missies. Ja, wel denk echt. Ik gewoon die talen van die gasten. Ik vind het echt cool. Altijd wel grappig. Ja, vind ik wel heel mooi. Ik ben een groot fan van die, hoe heet die serie ook weer... The Wire bedoel je? Ja, The Wire. Okay. Ja, ja. Nooit gezien, toch weet ik het. Hoe weet je dat dan? Omdat er heel veel gasten over praten altijd. Ja, die moeten jullie echt kijken. Heb je Wire al gezien? Dat is echt cool. Dus dan word je ook fan van Franklin. Paramount, die vraagt, denken jullie dat Ubisoft het met Watch Dogs kan concurreren met GTA 5? Ja, moeten ze echt concurreren? Het zijn toch best wel andere games, behalve dat je in de open wereld zit. Ja, een beetje zal het wel zo. Er wordt natuurlijk wel iets geconcurreerd, maar er zit ook 2 maanden... GTA komt 17 september, toch? Ja. Watch Dogs 21 november. Ja. Dus er zit gewoon een dikke 2 maanden tussen. Ja, maar welke game wordt beter? Dat vraag je zich Ik denk af. Dat mensen het liefst GTA kopen. Dat denk ik ook. Ik denk ook dat die op zich wel beter wordt. Watch Dogs, dat is gewoon de eerste in de franchise. Ja. Die moet zich nog bewijzen. Ja.
Maar ja, dus op zich, het zou wel een toffe game zijn. Ik denk dat GTA het beter gaat doen. Veel beter natuurlijk, logisch. Ja, maar logisch. Ik denk dat Watch Dogs daar niet heel veel onder gaat lijden, omdat dat ook gewoon een game is die gasten graag oppakken. Ja, en Watch Dogs die komt natuurlijk op de volgende generatie consoles. Oh. Van GTA weten we dat niet. Nee. Dus misschien hebben ze gewoon betere technologie. In de trant van je mag alle vragen stellen, heeft Paramount gedacht, ik stel nog even een paar gekke vragen. Ja. Hoeveel GTA-fans hebben jullie in de redactie? Nou, we hebben ze niet geteld, dus dat zijn er waarschijnlijk veel. Ik denk iedereen. Iedereen wel, denk gewoon, ik, ja. Ja, simpel. Hoewel ik de GTA niet heel erg vet vond, maar goed. Hoezo niet? Hoezo niet? Nou, dat was gewoon niet meer mijn ding, ik weet niet. Ik was er een beetje de touch met die game verloren of zo. Ja? Het was allemaal, ik liep ook weer vast bij missies of zo. Oh ja, dus je was niet goed genoeg. Nee, was te moeilijk voor je. Ja, precies. Okay, dat kan en hij vraagt, gaan voelen met Eken. Nou, met Eken gaat volgens mij helemaal goed. Ja. Dus wat dat betreft is het in orde. Denken jullie ook wel dat jullie alles een beetje gezien hebben? Of kunnen er nog originele dingen komen in games? Ja, dat vraagt hij zich af. Natuurlijk kunnen er nog originele dingen komen. Ja, bijvoorbeeld Journey, dat is echt iets nieuws. En je zal gewoon bij de indie games vooral moeten kijken. Ja. En niet bij de AAA dat games. Is het, dus. Ja. Iets origineels zul je niet heel snel misschien meer tegenkomen in AAA games. Nee. Omdat die een veilig, die moeten zoveel geld gaat erin om, dat ze veilig moeten kiezen en voor het grote publiek. Ja. Als je iets inderdaad wat Noer zegt, iets origineels wil, er is zoveel origineels volgens mij verkrijgbaar. Zeker. Gewoon online gaan ze kijken op een Steam, Greenlight en weet ik veel wat er allemaal tegenwoordig is aan kleine indie ontwikkelaars. En daar kun je echt wel hele leuke dingen vinden. Ja. En die indie ontwikkelaars die worden ook gewoon steeds groter. Ja, maar Call of Duty gaat niet ineens iets heel geks doen, want het kan ze miljarden kosten. Precies. En dan worden de fans ook boos. Ja. Dus dat kan gewoon niet. Dus echt iets unieks qua AAA, dat gaat maar één keer per jaar misschien nog gebeuren. Ja. Denk ik. Tenzij de indie game ontwikkelaars echt veel groter gaan worden. Ja. Dat zou wel maar kunnen dat kan gebeuren, niet, denk ik. Er is niet genoeg publiek voor. Jawel. Journey en zo, die is volgens mij echt, heeft hij heel goed verkocht. Ja, okay. The Walking Dead, die heeft het ook heel goed gedaan. Ja. En die spreekt natuurlijk ook fans van de serie aan en fans van films en zo. Ja. Dus dan heb je ook weer een nieuw publiek. Dus het zou wel over een paar jaar dat die veel groter gaan worden. En stuurt die vraag zich ook af, welke game raden jullie aan voor de PC? Want hij heeft dus net een nieuwe PC gekocht. Ja, ik zou natuurlijk zeggen StarCraft 2. Daar kan je echt heel lang mee bezig zijn. Ook die online community, die maken altijd weer nieuwe games en nieuwe leveltjes en weet ik veel wat. Ja, gewoon constant kan je ermee aan de slag. Ja, en als je een goede shooter wil om even je graphics uit te testen, moet Crysis je Crysis 3 in huis halen. Om, die halen toch het beste uit je PC eigenlijk. Die van mij kan het al niet aan, dus... Precies, dus dan heb je echt even een eentje om te testen. En als je echt een goede game wil, omdat je een goede game wil, misschien Bioshock Infinite. Bioshock Infinite Tomb Raider. En Tomb Raider, zeker, allebei. Het zijn echt wel games die nu, zeker voor een mooie prijs, ik geloof dat Tomb Raider, moet ik even erop aan kijken, was 50% korting al. Ja. Was nu al met 50% Ik weet niet, misschien dat het wel weer voorbij is, die actie. Maar dus dat is er eentje om nu in huis te halen, jongens. Stream heeft vragen nog. Ja. Noer, wat vraagt hij zich allemaal af? Hij vraagt zich af, slapen jullie 's nachts met een pyjama aan of niet? Dit zijn die vragen mooie die Rox heeft uitgelokt. Ja. Dankjewel, Rox. Ik slaap eigenlijk altijd alleen een onderbroek en een t-shirt. Ja, is dat een pyjama te noemen? Weet ik niet. Nee, ik denk pyjama het niet. Is met broek. Ja, ik slaap ook altijd gewoon in mijn boxers en een t-shirt en een hemd. Ja, soms geen t-shirt. Ja, als en het zomer is bijvoorbeeld. Dat is wel heel veel. Nee, niet een t-shirt en een hemd. Een t-shirt of een hemd. Ja. Nou ja, dat ligt er een beetje aan hoe warm. Ja, dat. Slaap je met deken of zonder deken? Met deken. Oké. Okay. Ja. Jij? Ik ook. Oké, okay, ja. Dan lekker even een dekentje. Het zou wel vreemd zijn als we zonder deken slapen. Nou, er zijn mensen die alleen met zo'n lakentje slapen. Oh ja. Ik heb geen laken. Heb jij een laken? Ja. Ja? Maar in de zomer niet. Verwend hoor. Hoezo? Nou ja, een laken is toch voor een luxe. Dat is een luxe in je duur. Ik denk dat jij meer geld hebt dan ik. Dus, Nee, dat zegt niks. Dan kunnen we nog steeds een laken. Voor mij moet ik allemaal vouwen. En, ja, maar dat die gameontwikkelaars geen lakens opsturen. Ja, over een we hebben lakens nodig. Een grappig zijde. Hij vraagt zich ook af wat Rob voor pyjama draagt. Maar die krijgt te goed volgende week. Ja, en hij vraagt zich ook af games verleden of toekomst. Ja, dus wat wij leuker vinden. De games in het verleden of de games in de toekomst. In de toekomst. Ja, ik denk dat we dan naar het heden moeten kijken. Ja. En wat er al is aangekondigd. Ja, ik ga voor de toekomst games uit het verleden. Echt van die oude klassieke games, die zijn wel leuk. En ze zijn ook leuk om gewoon opnieuw op te pakken. Vooral als er van die HD remakes komen. Maar ja, meestal zijn ze wel verouderd. En van die minuutjes en zo. En dan spelen hier ook de Call of Duty 1 en dan zit je ook te genieten. Ja, zeker. Dus hoe kan dat dan? Het heeft ook wel een charme natuurlijk. Hè? Het is wel lekker simpel allemaal. We hebben het ook wel eens over die Call of Duty's, de nieuwe Call of Duty's, dat er allemaal killstreaks en weet ik veel wat in zit. En dat en dat wordt heel ingewikkeld. Ja. Precies, dus is de toekomst, biedt het zoveel extra voor ons?
Op zich, ja, ik wil gewoon niet stilstaan. Nee, dat is het meer. Je wil gewoon nieuwe dingen en het moet mooier en beter. Maar het verleden heeft ook wel zijn charmes. Zeker. Denk ik. Vermoorden jullie ook iemand in het echte leven na het spelen van gewelddadige games? Ja, dat doen we elke dag. Ja, als een familielid. Wie? Nou, Michael, die zien we nooit meer, dus die is dood. Inmiddels. Eke. Eke hebben we vermoord. Eke, die is dood. Rob iedereen. Gaat af en toe dood, dan komt hij tot leven. Zo'n zombie. Ja. Dus dat doen we. Zijn jullie voor of tegen een monarchie? Ik zou niet zeggen tegen, maar... De kroning van de koning natuurlijk, is dat wel een belangrijke, prangende vraag. Ik ben niet per se tegen, maar ik ben ook niet voor. Weet je, al dat geld dat erheen gaat, dat is niet nodig. Ik hou er ook niet echt van dat gasten met bepaald bloed, dat die gewoon al hun baan hebben voorgelegd. Nee, echt. Maar het heeft ook weer zo'n charmes natuurlijk, dat we gewoon een koning hebben. En ja, een beetje. Ja, precies. Het heeft wel leuke dingen en het heeft ook wel een mooie status. En jij zegt, ja, het kost veel geld. Is ook wel zo, maar uiteindelijk creëren die mensen ook weer werk voor andere mensen. Ik bedoel, al die mensen die in het koninklijk huis werken om dat schoon te houden, weet ik wat allemaal, die zijn dan hun baan kwijt als we dat geld niet meer krijgen. Ja, klopt. Dus, het is ook niet dat ze ontzettend hun zakken lopen te vullen daar, volgens mij. Dat zou ik ook niet zeggen. Nee, als dat het geval was, dan vind ik het, want er zijn dus in België of zo, die gasten verdienen 20 miljoen per jaar. Dat is natuurlijk te veel. Ja. Hier is het volgens mij Willem-Alexander 1,5 miljoen. Nou ja, goed. En dat vindt dat ook raar? Wat doen ze met dat geld? Want op zich is alles wel... Ze moeten wel hun personeel betalen. Ja? Oké. Dus, maar dus ja, ik vraag me dus af als zij een nieuwe auto kopen of ze dat dan zelf moeten betalen. Of dat dan dat vraag ik me dus ook af. Of het dan geregeld wordt. Is die dus zichzelf betaald? Hè? Is dat de vraag? Dat vraag ik me dus echt. Denk het eigenlijk niet. Het hangt een beetje van af wat betaald wordt door wie. Ja, zeker. Goed, spelen jullie liever met Lego in het echt of een Lego game? Lego games. Ja, ik heb al jaren geen echte Legos meer aangeraakt. Nee, als je klein bent is het best leuk, die blokjes. Ja. Maar nu duurt dat veel te lang. Volgens mij hadden we hier nog een Lego beeldje of niet? Ik kijk even rond, ik zie zo niks. Maar in ieder geval, Lego in het echt is te veel tijd kost dat. Ja, vind ik. Zeker. Want Lego games... En te veel ruimte. Druk je op een knopje en dan gaat alles bouwen. Dat is veel makkelijker. En is veel leuker. Zeker. Gebruiken jullie liever SMS of WhatsApp? Wat een vraag, jongens. Ik gebruik eigenlijk geen van beide. Ja, ik bel gewoon liever. Je belt en ook zelf niet. Dat doe ik nauwelijks. Nee. Dus. Ja, ik kan net zeggen. Ja. Dus nee, ik WhatsApp vind ik wel makkelijk. Ik weet niet, omdat daar heb je... Ik heb nog een oud mobieltje, dus die heeft helemaal geen WhatsApp. Dus ik heb helemaal de keuze niet. En bij WhatsApp heb je natuurlijk die groepsgesprekken, wat wel handig is. Ja. Vind ik dan weer. Ja, dat kan ik lekker niet gebruiken. Nee, maar sms is, kan je misschien ook wel weer groeps-sms'en, maar ja, goed. Hi-Fi360 heeft misschien wat interessantere vragen. Wat vinden jullie in ieder geval, wat willen jullie in ieder geval hebben op de next-gen consoles? Ja, wat willen we? Bedoelt hij daarmee aan hardware of aan games? Ja. Aan games willen we natuurlijk in ieder geval een nieuwe Call of Duty. En een nieuwe GTA. Een nieuwe GTA wel. Een nieuwe Call of Duty. Jij niet? Het zou wel leuk een zijn. Een nieuwe Tomb Raider wil jij? Ja. We willen alles. Nee, qua hardware denk ik dat hij meer bedoelt. Dus bijvoorbeeld met Kinect zou ik wel willen dat je een Kinect hebt die echt goed Ja, die echt goed is. Dat wil ik wel zien. Voice recognition die een keer echt zou werken. Ja. Dat het gewoon echt werkt. Want het is wel het gezeik. En dan zeg je iets en dan pakt hij het eerste 10 keer weer niet op. Dus dat zou vooral wel leuk met zijn. Ons Nederlands accent. Ja. Of nou ja, het zou helemaal mooi zijn als we dus een voice recognition in het Nederlands kunnen krijgen. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar dan gaan ze natuurlijk al die games naar het Nederlands vertalen. Daar zitten we ook maar ik bedoel gewoon het besturen van het systeem. Van ga naar die klantplant. Dat moet toch kunnen? Dat is oké. En voor de rest, wat willen we nog echt in die consoles? Ja, dat ze wat kleiner worden. Ja. Zou wel lekker zijn. Top. En stiller. Ja. En ook niet dat ze, net als de launch van de Xbox, dat ze allemaal stuk gaan. Nee. Dus ze moeten gewoon meteen goed werken vanaf het begin. Ja. En grote harde schijven erin. Ja. Belangrijk. Dat soort, dat soort dingen, gewoon beter, meer, integratie, groter, alles. Integratie, dat je gewoon media kan playen erop en zo, eenvoudig allemaal. Dat willen we. Wat denken jullie dat er allemaal voor nieuws komt te zitten op de next-gen consoles dat nog niet bekend is? Nou, dat hebben we eigenlijk al Wat voor nieuws er op komt? Wat ik denk is dat er wel echt een goede Kinect in gaat zitten in de nieuwe Xbox. Ja, misschien wel direct erin gebouwd of zo. Gewoon de Kinect 2.0, die zal veel beter zijn. 21 mei, hè? Gaan we het zien. Ja. Dat is nog maar 2 weekjes of zo, 3 weekjes. Nice, het wordt een druk dagje voor ons. Ja, ik ben er heel erg benieuwd naar, want ze gaan hem laten zien waarschijnlijk. Ja, ik denk het wel, want die gast die zei ook op zijn Twitter, die zei voor de grap van we laten de console niet zien. Ja. Volgens mij was hij hartstikke sarcastisch. Ja, maar daar heb ik laatst met Rob ook al gehad, dat zei hij een half jaar geleden of zo al. Maar goed, ik verwacht dat er wel echt hele coole dingen gaan zien van de Xbox en dat de PlayStation, dat is even afwachten. Ja. Granneke die vraagt zich af, is er op de redactie iemand een liefhebber van Age of Empires serie? Ik wel een beetje. Age of Empires 2 en 3 en zo heb ik wel gespeeld. Ik heb ook de HD-versie geprobeerd. Ik was er niet blij mee. Nee, het was gewoon precies de oude game. Werkte voor geen meter.
Ja, het werkt gewoon niet soepel. Nee. Volgens mij heb je een framerate van 20 per seconde of zo. Het is gewoon heel erg verouderd. Oké. Nou ja, dus, maar er zijn wel fans. Het ziet er ook niet uit. Het is gewoon, het maar ziet zou je er... nu nog een nieuwe Age of Empires oppakken als die uitkomt? Ja, ja. Dus ja, dan ben je best wel een fan. Zeker. Dus er zijn best wel fans hier nog. Ja. Sinds kort doen jullie veel dingen als nieuw binnen. Q&A, vrijdagavondshow, livestreaming, trips naar het buitenland, trips naar het binnenland, videorecensies, impressies. En noem maar op, kost dat niet ongelooflijk veel tijd? Nou, ja. Granneke, ik zal jou wat vertellen, dat doen we al jaren allemaal. Ja, ja. En dan zijn we er ook nu, beter misschien in hebben worden. We nu wat meer content als in trips die we wat meer op film opnemen en wat meer video items. Maar die recensies en impressies en previews en weet ik veel wat, nieuws doen we natuurlijk al jaren. Ja. En ja, dat kost dan ongelooflijk veel tijd, maar daarom werken we er ook met een aantal mensen aan. Ja, veel zeker. Mensen, veel talenten. En talenten die knallen al het nieuws snel online. En hij vraagt zich af, wat vroeg hier? Maken jullie dit werk alleen of in paren? Alleen, maar we checken wel elkaars werk. Nou, dit doen wij in een paar. Ja. Deze show nemen wij in een paar op. En Rob die zit achter de camera nu. Want Daan die is, onze videoman. En die heeft met skate zijn sleutelbeen gebroken. Dus dat is sterkte nog Daan als je deze show kijkt. Maar ja, we werken natuurlijk met een heel team eraan. Dus daarom... ja, gaat het toch allemaal, lukt het allemaal, maar het kost wel enorm veel tijd. Dus als je zelf je gamesite gaat opstarten, onderschat dat niet. Zeker niet. Denk ik niet. En wat hij zich ook afvraagt, is of wij verwachten dat met de komst van de nieuwe Call of Duty, zullen we dan op de forums en de frontpage allemaal fanboys zien en van die fanwars en weet ik veel wat. Zal het een complete chaos worden? Ja, ik weet het niet. Ik vraag het me af. Meestal gaan ze gewoon een beetje zwijgen op elkaar. Ja. En that's it. Op zich wel grappig. Het was niet echt een chaos, toch, vorige keer? Nee. Nee, was er niet bij misschien. Het is wel te doen, altijd. Ja, het was altijd wel goed te doen. Dus ik verwacht dat niet hoor, maar Granneke, misschien dat jij heel veel gekke meningen hebt waar mensen boos op reageren. Dus dat het daarom voor jou lijkt alsof het helemaal volgespamd wordt. Ja, voor de rest had hij nog vragen. Ja, had nog vragen. Vinden jullie enkele vragen die gesteld worden te belachelijk voor woorden? Ja, vooral deze. Deze vraag te belachelijk voor woorden. Ja, het is, van deze week hadden we een paar gekke vragen, maar dat komt doordat Rox en Lars... Ja. Dat hebben mogelijk gemaakt door jullie te zeggen dat jullie alles mogen vragen. Dat maar het mag op zich ook vind wel. Ik wel een beetje te gek. Ja, maar af en toe mag het wel, zolang het gewoon het merendeel over games gaat. Ja, als het te gek wordt, dan halen we ze er wel uit. Ja. Soms dan, dat merken jullie misschien niet, maar wij doen niet alle vragen die gesteld worden. Oh. Soms slaan we er een paar over. Zoals deze gaat Rox nu weer verschijnen in de vrijdagavondshow en Q&A. Die slaan we gewoon even over. Okay, RGForce, wat vinden jullie van Persona 4 Arena? Dat is, ja, ik heb het niet gespeeld. Ik ook niet. Nee, ik ben niet echt bekend met de serie. Is hij al uit of niet? Hij komt eraan, hij is uit ja, deze week. Ja, rond deze tijd komt hij uit. En ik weet van de recensent dat hij wel erg goed gaat worden. Dus ja, dat hij gaat zou... boven de 8 scoren, jongens. Ja, dus het wordt gewoon een goede game. Ja. Volgens mij vooral voor de Persona fans. En het wordt een vechtgame, dus ook voor de vechtfans. Ja. Maar ja, verder weet ik niet echt. Heel veel over de game. Nee, ik weet er ook niet zoveel van. Dus houd het in de gaten. Houd de recensie in de gaten. En wat hij zich ook afvraagt, wat is jullie favoriete Shin Megami Tensei game? Ja, daar zaten we even over te denken net. Ja, natuurlijk. Shin Megami Tensei, dat kennen wij niet. Jawel, de achtste. Oh, jij kent het. Ja, de achtste game, die vond ik... Nee, ik weet totaal niet waar ik het over heb. Nog nooit van de games gehoord, dus ja, helaas. Maar vertel er eens wat over RGForce. Vertel jij eens, schrijf eens een later preview of review over die Shin Megami Tensei games. Ja, en dan lezen wij hem. Tuurlijk. Ja. Wat zien jullie liever? Tuurlijk niet. Een World War II game... Of een realistische World War II game dat. Of een actievolle World War II shooter? Ja, ik hou sowieso meer van actie. Ik ook. Maar als je het over realisme hebt, dan heb ik liever realisme in het verhaal, zeg maar. Dat het zou vet zijn als je bijvoorbeeld echt in een concentratiekamp zit en je moet ontsnappen. En in het verzet komt en weet ik veel wat. Ja. Het is altijd dat je weer een soldaat bent en die gaat gewoon wat nazi's afknallen. Ja, en dat begint een beetje... Anders, ja, dat vind ik zeker. Ik heb eigenlijk nog nooit een game gehad in een concentratiekamp. Nee, waarom kan niet? Kan ik me niet herinneren. Waarom eigenlijk niet? Ja, dat je een Jood bent die uit een concentratiekamp probeert te ontsnappen of zo. En dan weer terug gaat vechten om weet je, de andere gasten te bevrijden of zo. Want dan kun je best wel leuke game maken. Zeker. Een soort van, hoe heet die games ook weer, dat je in een stealth mode een kamp moest... Ik weet even niet meer hoe dat heet. Maar goed, maar daar komen we nog wel achter. Maar dat je dus als een soort van Jood ga je dan stukje voor stukje nazi's afslachten. Ja, maar het wordt dus en heel cool. Het wordt dus iets beter dan gewoon nazi's afknallen. Nee, maar want, gewoon, echt, gewoon echt een beetje verzet. Survival en verzetstrijder. Dat zou weet heel cool zijn. Dat zou ook cool maar zijn. Ik vind actievol vaak leuker.
Ja. Maar ja, het is een beetje de vergelijking tussen dus een Brothers in Arms game of een Call of Duty. Ja, ik ga dan net voor de Call of Duty, denk ik. Ja, ik vind Call of Duty dan toch nog wel wat leuker, maar het is ook de afwisseling die het juist weer fijn maakt. Ja, soms is het ook wel leuk om even een squad aan te sturen vanaf bovenaf en dan wat meer realisme in de shooter te hebben. Dus het hangt er een beetje vanaf, Albert Heijn. Wat zijn de aanbiedingen van deze week? Sly Cooper, hoeveel games hebben jullie thuis liggen en voor welke console en welke console hebben jullie ook in bezit? Nou, Noor? Dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Ik heb een Xbox 360 en daar heb ik denk ik een stuk of 30 games voor. Misschien wel wat meer, 30 tot 40. Ja. Ik ga ze niet allemaal opnoemen natuurlijk. En voor de PC heb ik ook een stuk of 30 Steam games. Ja, ik ook zoiets voor de PC denk ik. En ik heb een Xbox en mijn PlayStation staat inmiddels hier op kantoor. Daar had ik ook nog wel. Voor de Xbox heb ik denk ik ook 30 games nu of zo. Ja. Nou, niet eens meer. Ik heb ze op een gegeven moment allemaal hier met een controller meegenomen om jullie blij te maken. Oh, nou, dat is aardig van jullie. Dus. Oké, Joep Roelofs die heeft de afsluitende vraag van deze week. Denken jullie dat Franklin van GTA een lookalike gaat worden van Carl Johnson uit GTA San Andreas? Het wordt wel een beetje dat hoedsfeertje, zeg maar. Ja. En bijvoorbeeld Michael, die heeft weer een Vice City-achtig sfeertje. Ja, ze hebben allemaal een beetje wat gekozen. Ja, dat is wel leuk voor alle fans van de serie. Ja. Maar het zullen wel gewoon unieke karakters zijn. Ja. Dus Rockstar die gaat zichzelf niet herhalen. Die Vice City-invloed hoor. Zeker. Dat zeker weten. Dus ik denk dat ze een beetje naar wat Noor zegt proberen om vanuit elk... Ja, die een beetje iets maar ze gaan ook niet in de herhaling vallen. Nee, zeker niet. Dat gaan ze zeker niet doen. Nee. Nou, goede afsluitende vraag van Joep Roelofs op YouTube. Kijk op YouTube, abonneer jezelf op dit kanaal. En dan kun je al onze video's terugkijken. Zit je op XDN, stel weer je vragen hieronder en dan beantwoorden ze volgende week weer. En laten we volgende week iets meer serieuze vragen, iets minder pyjama vragen. En dan hebben we weer een mooie show voor de boeg. Geniet nog van mooi weer en ik zeg tot volgende week. Tot volgende week.